Dit is Steven van Wetenschapschool.nl, hier een filmpje over absorptie. Als licht op een materiaal valt, dan kan het in sommige gevallen geabsorbeerd worden door dat materiaal. Nou, wat betekent dat nou? In dat geval verdwijnt de lichtstraal in het materiaal en daardoor wordt het materiaal warmer. Nou, laten we hier nu wat voorbeelden van bekijken. Een materiaal dat alle kleuren licht absorbeert, noemen we een zwart voorwerp. Er komt namelijk helemaal geen licht van het voorwerp in ons oog, omdat het al het licht absorbeert en als gevolg ziet het er zwart uit. En dat zien we hier afgebeeld. Je schijnt met rood licht op een zwart voorwerp, komt geen rood licht uit, want het wordt geabsorbeerd. Je schijnt met blauw licht erop, komt er ook niks uit, want het wordt ook geabsorbeerd. Hierdoor wordt het zwarte voorwerp wat warmer, maar dat geeft geen licht en als gevolg zien we het als zwart. Een materiaal dat juist alle kleuren licht reflecteert, noemen we een wit voorwerp. Maar een wit voorwerp ziet er alleen wit uit als we het daadwerkelijk met wit licht beschijnen. Als we bijvoorbeeld alleen rood licht gebruiken en het reflecteert tegen een wit voorwerp, dan ziet het voorwerp er gewoon rood uit, omdat er alleen rood licht in ons ogen komt. Als we met het blauw licht beschijnen, komt er blauw licht uit en zien we het voorwerp als blauw. Alleen als we een wit voorwerp met wit licht beschijnen, dan kunnen we het inderdaad als wit zien. In deze foto zien we dat effect bijvoorbeeld. Hier hebben we een witte auto die onder normaal zonlicht gewoon wit is, maar hij staat nu onder een gele lantaarnpaal. Als gevolg reflecteert dat gele licht tegen de witte auto en zien wij die auto als geel terwijl die eigenlijk wit is. Nog een voorbeeld. Materialen met een kleur, bijvoorbeeld dit blauwe voorwerp, die reflecteren alleen deze kleur en ze absorberen de rest. Dit blauwe voorwerp hier reflecteert dus mooi blauw licht. En als gevolg zouden we dit object daarom zien als blauw. Maar als we er rood licht op schijnen, dan wordt dat rode licht geabsorbeerd. Omdat de kleur rood anders is dan de kleur blauw. Er komt dan geen licht uit en als gevolg zien we dit voorwerp dan als zwart. Dus als je met rood licht een blauw voorwerp beschijnt, dan zie je het als zwart. Nou, dan gaan we weer even terug naar de volgende foto. Hier rechtsonder staat een blauwe auto, die bij normaal zonlicht er blauw uitziet. Maar omdat die hier beschenen wordt met geel licht, ziet die auto er zwart uit. Want het gele licht wordt geabsorbeerd door de blauwe auto. Nou, nu nog het laatste voorwerp. Wat als we met wit licht op een gekleurd voorwerp schijnen? Hieronder schijnen we bijvoorbeeld wit licht op een rood voorwerp. Nou, zoals we in een eerder filmpje geleerd hebben, bestaat dit witte licht. Eigenlijk uit een heel spectrum aan kleuren wat we hier zien. Maar onze ogen zien dat hele spectrum tegelijk als wit. Nou, wat gebeurt er dan met het hele spectrum aan kleuren? We hebben eerder geleerd dat een rood voorwerp alleen een rood licht kan reflecteren, zoals je hier ziet. Alle andere kleuren licht, zoals oranje, geel, groen, etc., die worden geabsorbeerd en die verdwijnen dus in het materiaal. Doordat er hier alleen rood licht reflecteert, zien we dit voorwerp dus gewoon als rood. En dat is hem weer voor vandaag. Nog even de leerdoelen. Zorg dat je weet dat zwarte voorwerpen elke kleur licht absorberen en er dus altijd zwart uitzien. En dat witte voorwerpen elke kleur licht reflecteren en dat deze voorwerpen dus dezelfde kleur hebben als het licht. En zorg dat je weet dat als gekleurd licht op een voorwerp valt met een andere kleur, dat dit licht dan wordt geabsorbeerd en dat we dit voorwerp dan zien als zwart. En zorg dat je weet dat als we wit licht op een gekleurd voorwerp schijnen. Dat dan alle kleuren van het spectrum worden geabsorbeerd, behalve het licht met dezelfde kleur als het voorwerp, die wordt gereflecteerd. Dank voor het kijken en ik zie je graag terug in een volgend filmpje en onthoud natuurlijk even je te abonneren. Tot ziens!